Dankjewel. Dank jullie wel. Eigenlijk heeft Ralf alles al gezegd. Ik moet zeggen, als ik de laatste weken ben ik ontzettend veel afdelingen afgegaan. Van Hellevoetsluis naar Lelystad als laatste afdeling, Velzen, Den Helder. Ik kom overal en ik zie wat een enorme sterke vereniging wij zijn. En hoeveel vrijwilligers wij op de been weten te krijgen iedere keer weer om die campagne te voeren. En dat doen we natuurlijk precies om de redenen die Ralf aangeeft. En wij werken als Partij van de Arbeid vanuit idealen. Ons ideaal sociale rechtvaardigheid, daar zijn wij nog lang niet mee klaar. Die opdracht staat en daar werken wij aan. En wij maken daar landelijk, lokaal en internationaal echt het verschil. En dat doen we, deze opgave voor de sociaaldemocratie, in een lastige tijd. Dat realiseert iedereen zich ook. Het gaat economisch niet florisant. Alhoewel, en daar zeg ik zo meteen iets over, het gaat nu beter. Maar we zijn er nog lang niet. En we doen het door samen te werken, en ik zit er ook gebroedelijk langs, naast met de VVD, die natuurlijk ideologisch niet dicht bij ons staat. Maar we doen het vooral in de overtuiging dat dit wel nodig is, juist in deze moeilijke tijd, om die samenwerking te zoeken, om te blijven werken vanuit onze idealen, omdat dat nodig is om Nederland weer sterker en socialer te maken. En we hebben een aantal opgaven met elkaar die we moeten realiseren. De eerste opgave is meer werk en vooral goed werk realiseren. Jullie hebben gisteren allemaal de cijfers gezien. De economie begint geleidelijk aan weer te draaien. Dat is natuurlijk niet alleen een verdienste van het kabinet. Dat komt ook door het bedrijfsleven die het goede doet. Maar ook het kabinet helpt daar wel een handje mee. En daar mogen we best trots op zijn dat geleidelijk aan het weer beter gaat. En dat we beginnen te horen tot de voorhoede van Europa. Maar daar blijft de opdracht niet bij. De opdracht voor de sociaaldemocratie is niet alleen meer werk, maar ook goed werk. Er moet een einde gemaakt worden aan de doorgeslagen flexibilisering. Jonge mensen moeten ook weer een toekomst op kunnen bouwen, weer vastigheid kunnen creëren. En mensen die er op latere leeftijd uit worden gezet, omdat misschien het bedrijf failliet gaat of omdat er wat anders aan de hand is, die moeten ook weer een kans hebben op een normale baan en vastigheid daarbij. En wat je ziet is dat we dat ook landelijk en lokaal doen. Schoonmakers komen weer in dienst bij het Rijk, maar ook lokaal zie ik dat soort initiatieven ontstaan. Carine, ons raadslid in Groningen, die heeft dat initiatief in de stad Groningen genomen. Samen overigens met de SP. En dat is echt de complimenten waard. En ook... En we moeten ons ook realiseren dat we dat doen in internationaal verband. Want de internationale opgave is gigantisch. En we kunnen daarin het verschil maken. En de SPD in Duitsland heeft dat bewezen. Dat als we maar de schouders eronder zetten als sociaaldemocratie, dat we ook internationaal van betekenis kunnen zijn. Alleen al het weer invoeren van het minimumloon in Duitsland heeft enorme betekenis voor de hele arbeidsmarkt in Europa. En dat is een ander verhaal dan mevrouw Redding van de christelijke eurocommissaris, die alleen maar de race naar de bodem schetst. En die zegt, ja, al die lokale sociale zekerheid in die landen, dat is allemaal maar te genereus. Maar dat is niet ons Europa. Wij gaan niet voor een race naar de bodem, wij gaan voor een race naar de top. Wij zullen korte metten maken met de concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat doet onze minister Lodewijk Asje, dat doet de fractie met Mariette Hamer en John. En dat zullen wij met z'n allen doen, ook lokaal. Goed werk staat voor ons centraal, lokaal, nationaal en internationaal. Daar staat de Partij van de Arbeid voor. De tweede opdracht, dat is uiteindelijk het beteugelen van het snelle geld en de banken aan de leiband. Die crisis is niet zomaar ontstaan. Er zijn heel veel mensen de dupe van en die mag niet herhaald worden. Het eerste was, en dat ben ik heel blij mee, een einde maken aan de bonuscultuur in de financiële sector. Dat was een ontzettend belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. En dankzij de doortastendheid van onze minister Jeroen Dijsselbloem is dat voor elkaar gekomen. En ik dank hem daar zeer voor. Dat is prachtig werk. En ook, beste partijgenoten, de inzet voor een bankenunie. Ook wel eens betwijfeld, sommige partijen willen natuurlijk niks Europees, maar wie de illusie hierboven houdt dat je dat zonder een Europese bankenunie kan, dat we dan baas worden van die banken, dat we ze dan aan de leiband kunnen leggen, die heeft echt een hele rare politieke praat waar niemand in moet geloven en volgens mij waar ook geen enkele Nederlander meer in gelooft. En ook daar halen wij successen. Maar ook in het Europees Parlement. Emine Boskoer heeft een prachtige prestatie geleverd in het Europees Parlement door te zorgen dat strafbestelling komt van marktmisbruik. Zodat al die bankiers die eigenlijk gestraft moeten worden, niet hun straf kunnen ontlopen door naar een Europees land te gaan die daar weer heel vriendelijk over denkt. En dat is prachtig werk van Emine Boskoer. Ook daar maken we het verschil.
En het derde verschil wat wij maken... Na Van Waarden zijn wij niet klaar. Morgen discussiëren we hier over het rapport van Melkert. En dat maakt ook verschil. Want uiteindelijk moeten die bakens worden verzet. Ik wil heel graag, sinds ik eigenlijk actief ben bij de Partij van de Arbeid... en dat is ook al best al een tijdje... we moeten breken een keer met die erfenis van Reagan en Thatcher. Die erfenis die loopt door. En dat heeft een hele negatieve betekenis voor mensen. Wij moeten weg met de blinde focus op korte termijn winsten. Wij als Partij van de Arbeid staan voor een solidaire samenleving. Dat is ons uitgangspunt. Mensen staan voor ons centraal en niet het financieel kapitaal. De derde opgave voor ons als sociaaldemocraten, ook in deze lastige tijd, is dat die publieke sector weer van mensen wordt. Dat dus de zorg, het onderwijs en de woningbouwcoöperatie weer van mensen is in plaats van een speeltje van bestuurders. En ook daar maken we het verschil. Dat verschil maken we onder andere doordat Ronald Plasterk zo actief is door die salarissen weer te begrenzen. Dat doen we ook in deze coalitie, wat overigens goed wordt gesteund. En die salarissen begrenzen, dat betekent dus ook iets. Maar dat doen we ook lokaal. Staf de Pla in Eindhoven, hier in Brabant, die doet dat ook. Want die zag dat de directeuren van de verslavingszorginstelling hier wel exorbitant veel verdienden. En dat betekent iets voor die andere mensen die daar die zorg nodig hebben. Dat geld komt dan niet op de ene plek, maar gaat naar de verkeerde plek. En ondertussen zijn er dus 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, allemaal PvdA'ers, die hier te maken hebben met deze instelling en een soortgelijke regeling treffen. En dat betekent dat ze op subsidie gekort worden, deze instellingen, als deze heren zoveel blijven verdienen. En ik wens ze daarbij veel succes. Stafse strijd is onze strijd. En dat het anders kan met de publieke sector betekent bijvoorbeeld zo'n wethouder van ons in Assen, Albert Smit. Albert die constateerde dat er in Assen niet meer gebouwd werd. En wat deed hij? Toen die woningbouwcoöperatie dat niet wilde, zei hij, nou, dan ga ik het gewoon zelf doen. Kijk, dat is het wethoudersocialisme waar ik van hou. Er is weer een gemeentelijke woningbouwcoöperatie, er wordt weer gebouwd in Assen. En huurders die anders geen kans hadden op een woning, die krijgen daar weer een woning. En zo hoort het. Het is weer tijd, beste mensen, voor weer meer liefde voor de publieke zaak. In plaats van dat we het overhevelen naar de managerscultuur die te veel is ontstaan. Kijk ook maar naar het initiatief van Jan Schuurman Hess over de kleine schooltjes. Het gaat niet om efficiëntie, het gaat om kwaliteit voor die kinderen. En zien dat er meer van waarde is dan alleen maar efficiëntie. De vierde opgave voor ons als Partij van de Arbeid in deze moeilijke tijd is een van de moeilijkste. Voor de sociaaldemocratie. Want we hebben namelijk een aantal beginselen. We hebben de emancipatiefunctie die voor ons ontzettend belangrijk is en moet blijven. Maar we hebben ook, zeg maar, in de vezels van onze partij de wens tot gemeenschapszin. In uiteindelijk Van Waarden hebben we met elkaar vastgesteld dat wij vonden, de letterlijke zin, de terughoudendheid die sociaaldemocraten betrachten. Als het gaat om de inzet van mensen zelf bij sociale voorzieningen, schudden we af. Die onderlinge betrokkenheid die moeten we weer groter maken. We moeten weer de omslag maken van ik naar ons en de gemeenschapszin versterken. En dat is geen makkelijk verhaal. Maar dat is wel een noodzakelijk verhaal om de solidariteit van mensen met instellingen en met andere mensen die minder getroffen hebben in stand te houden. Maar het is ook niet zonder verantwoordelijkheid bij de overheid zelf. Ook dat staat in Van Waarden. Een van de zaken is, wat zijn dan de voorwaarden waaronder mensen dat kunnen doen? En Lodewijk Asscher heeft natuurlijk een prachtig initiatief genomen door te zeggen, ja, maar je moet eigenlijk in deze moderne tijd niet alleen maar misschien wel ruimte en tijd krijgen om voor een naaste in de eerste graad te zorgen, hè, dus ik mag wel voor mijn vrouw zorgen, maar ook misschien wel iets verder weg als je daar een bijzondere band mee hebt. En misschien moeten we dus de samenleving wel zo veranderen dat je daar ook ruimte en tijd voor krijgt. Ja, dat is wel een opdracht voor de sociaaldemocratie om als we praten over dat we aan mensen iets vragen, dat we ook nadenken wat mensen dan nodig hebben om het waar te maken. En daarvoor was het voorbeeld waar ik pas was, in IJmuiden, was ik op bezoek bij mantelzorg voor dementerende ouderen. En dat soort initiatieven is zo waardevol. Want al die dementerende bejaarden, die hadden natuurlijk een gevoel van schaamte. Dus die wilden ergens veilig zijn, die wilden niet naar een verpleeghuis al. Maar die wilden die zorg dichtbij hebben. En de keerzijde was, al die partners van die dementerende bejaarden, die hadden 40, 50, 60 jaar liefde voor die andere personen. En die wilden hem niet het gevoel hebben van dat ze hem zomaar aan de kant schoven. Dus ze hebben een plek nodig dat ze rust hebben, dat ze met elkaar kunnen zijn en dat die mantelzorg er een beetje op adem komt. Dat soort initiatieven, dat zijn initiatieven die bij de Partij van de Arbeid horen en daar zullen we altijd voor staan. En daarmee
En daarmee maken we ook verschil. Bijvoorbeeld in Nieuwegein. Initiatief van Hans Adriani, wethouder van ons. 250 mensen zijn daarvan de medicatie afgeholpen door een welzijnscoach tegen de eenzaamheid. Als je dat dan afzet ten opzichte van Almelo, waar de PvdA dat ook probeerde, maar vastliep op D66 die er heel erg tegen was, laat dat precies zien waar deze verkiezingen om gaan. Heb je oog voor dit soort zaken? Vind je welzijn niet alleen maar soft, maar kan het ook wel heel goed zijn en heel belangrijk zijn? Of ben je daar totaal blind voor? En juist als het gaat over die betrokken samenleving, vind ik het beste voorbeeld wat wij partijgenootschappelijk hebben, is de afdeling Venlo. Is de afdeling Venlo waar Raymond en Vera, die nu lijsttrekker is, geweldig werk hebben geleverd. En waar je ziet dat die ouderen in Venlo veel tevredener zijn dan dat ze waren onder het oude systeem, waar het alleen maar ging om de indicatie en dat je krijgt wat je eist. En meestal krijg je dan een scootmobiel en de helft van de oudere mensen durft daar geen eens in te rijden. Maar de mensen die zich schaamden voor een tuintje, wat dat graag onderhouden hielden, ja, dat paste niet bij de indicatie. En in Venlo is gewoon de wijkverpleegkundige de baas. Dat is tenminste een baas die ook een professional is en die door iedereen begrepen wordt. En daar kreeg diegene die zich schaamde voor een tuintje wel, dat tuintje. Maar inderdaad, hij wilde niet die scootmobiel, dus die kreeg hij niet. Venlo is goedkoper uit. De betrokkenheid van mensen daar is vergroot, de mantelzorgers zijn tevreden. Dat is de toekomst. Geen marktwerking meer in de lokale zorg. Geen 20 busjes meer die allemaal uitrijden voor dezelfde mensen bij elkaar te harken. Maar gewoon één budget en wijkverpleegkundige is de baas. En dat staat er op het spel 19 maart. En dat moeten we gaan duidelijk maken. Daar voeren we campagne voor. Voor Venlo, voor die oudere mensen en die mantelzorgers. Maak Raymond en Vera daarmee sterk. Voor Groningen, voor het initiatief van Carine, die de schoonmakers zo helpt. Voor de gemeente Assen, voor de huurders daar, die worden geholpen door onze wethouder Albert Smit. Voor Eindhoven, voor die verslaafde dak- en thuislozen, die geholpen worden door staf. Voor Breda, daar hoeven we bijna niks aan toe te voegen, want jullie hebben allemaal gemerkt langs de deuren wat hier nodig is. Sterkere PvdA. En het maakt verschil, want zet dat nou eens af ten opzichte van de agenda die de PVV of de Leefbaren hebben. Dat is niet werken aan één stad. Dat is werken aan een verdeelde stad. Op komaf. En als je dan dat afzet ten opzichte van waar de VVD staat, maar vaak ook D66. In D66 waar ik van schrik, die willen in Den Haag bezuinigen op de bijstand en op armoedebeleid. Eenmalig 17 miljoen en jaarlijks 5 miljoen. Ze benoemen 0 keer het woord sociale zekerheid in hun verkiezingsprogramma's in de 4 grootste steden. Dat zegt toch iets over die partij? En in Amsterdam wil D66 in ruil voor een beetje lager OZB het sociale woningbestand verpatsen. In Amstelveen, buurgemeente van Amsterdam, willen ze al helemaal geen sociale huisvesting. Ik bedoel, dat is de opgave voor onze partij. Het is een wonderlijke coalitie van de PVV en de Leefbare aan de ene kant en D66 en de VVD aan de andere kant. Die steden momenteel dreigen te splijten. PVV en de Leefbare door mensen op grond van hun afkomst uit te sluiten. En de VVD en D66 door op grond van hun postcode en portemonnee uit te sluiten. En dat is niet waar de Partij van de Arbeid voor staat. Dan een citaat, beste mensen, van een D66er. Maar een mooi citaat. Een citaat van Hans van Mierlo. Die schreef ooit: de begroting is als een deken in de winter. Als de ene hem naar zich toe trekt, ligt de ander in de kou. Nou, dat kan denk ik niemand ontkennen. Ik weet niet wie het al ervaren heeft, maar... En precies is dat wel wat gebeurt met de VVD en D66 samen in het stadhuis. Die sluiten overal lijstverbindingen omdat ze ideologisch vriendjes zijn. Dat is niet samenwerken omdat het moet, maar bondjes sluiten omdat je maatjes bent. En in onze overtuiging is het juist in lastige tijden moet je een deken over de hele samenleving trekken en niet alleen over een deel. En ook daar gaan de verkiezingen over. Beste partijgenoten, we gaan de straat op. Vanavond een feest in Breda. We gaan campagne voeren. Ik prijs me gelukkig met een politiek leider als Diederik die voorop gaat in de strijd als het gaat over het meecampagne voeren, het constant aanwezig zijn, het open voor wat mensen zeggen, openstaan voor wat mensen zeggen. We gaan het met elkaar doen. We weten waar het om gaat. We weten waar het om draait. De verkiezingen zijn reuze belangrijk, belangrijker dan ooit de lokale verkiezingen. Laten we campagne voeren tot de laatste dag, tot de laatste stembussen sluiten.
En dan gaan we voor een mooi resultaat en een sterkere sociale land. Dank jullie wel. APPLAUS